Hoi, mijn naam is Marianne van Zetten. Ik ben trainer en opleidingscoördinator bij Novilo. Ik krijg regelmatig vragen van leerkrachten over het bieden van verrijking in het basisonderwijs. Ze vragen welk verrijkingsmateriaal kunnen we het beste aanschaffen voor onze school? Of welk verrijkingswerk kan ik het beste aanbieden aan leerlingen die meer stof aan kunnen? Vaak merk ik dat scholen veel materialen op de plank hebben liggen die niet gebruikt worden. Dat is zonde, maar het is ook interessant om te kijken waar het aan ligt. Kinderen die te weinig uitdaging krijgen en meer aankunnen, zitten vaak niet lekker in hun vel. Ze gaan zich vervelen of aanpassen aan de rest van de groep en onderpresteren. Vaak uit zich dat in externaliserend gedrag, zoals opstandig zijn, klieren, hangen, bij de hand doen, rondlopen, bemoeien met anderen, geluiden maken, zuchten, geen zin hebben, brutaal doen, uitstelgedrag, werk niet afkrijgen. Of juist in internaliserend gedrag. Buikpijn, hoofdpijn, met tegenzin naar school gaan, je gedragen zoals je denkt dat men het van je verwacht. Niet willen opvallen, stil worden, niet laten zien wat je werkelijk kan en hetzelfde willen zijn als anderen. Wil je weten welke verrijkingsmaterialen je kunt kiezen en hoe je verrijking op een effectieve manier voor deze leerlingen kunt inzetten? Volg dan onze videoserie over verrijking. Laat je e-mailadres achter en je krijgt video's vanzelf in je mailbox. Graag tot de volgende video!